Van premier Schoof die houdt vandaag opnieuw topoverleg... om een poging te wagen om eruit te komen op asiel. Hij spreekt met PVV-leider Geert Wilders... en met de tijdelijk partijleider van NSC, Nicolien van Vroonhoven... over ja, een plan A of toch een plan B om een kabinetscrisis te voorkomen. Wordt het noodrecht of wordt het spoedrecht of iets ertussenin? Ondertussen werkt asielminister Faber stug door aan het staatsnoodrecht. Dat plan A dus. Maar bij die gesprekken die Schoof houdt... daar is ze dus weer niet bij betrokken. De coalitie heeft nog tot eind deze week... Om tot een oplossing te komen. Een week waarin er twee keer een ministerraad zal zijn. We gaan naar politiek verslaggever Leenert Beekman. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Ja, welke kant lijkt dat nou op te gaan? Ja, ja, het is weer eens een keertje de week van de waarheid hè, in Den Haag. En hoe vaak hebben we dat al gehad de afgelopen jaren? Maar het is weer zover, de week van de waarheid. Ja, het wonderlijke, Iwan, is dat er vandaag op twee sporen het asiel. Plan wordt uitgewerkt. Aan de ene kant is er minister Faber. En hebben we de ministerraad vandaag. En daar gaat het over dat staatsnoodrecht. Mm -hmm. En daar is minister Faber van de Nysiel en Migratie verantwoordelijk voor. En aan de andere kant wordt er vanavond gesproken een topoverleg met premier Schoof. Geert Wilders van PVV en Nicoline Vroonhoof van Nieuw Sociaal Contract. En zij zijn toch echt wel over een plan B aan het spreken. Over een ander spoor. En waarschijnlijk dan een spoedwet. Mm -hmm. En dat loopt parallel aan elkaar. Bij het gesprek vanavond zit niet de minister van Asiel en Migratie Faber, wat natuurlijk al vrij wonderlijk is. Maar aan het eind van de week moeten ze in ieder geval ergens toe gekomen zijn. Ja, dan liggen nog steeds beide plannen op tafel, dus het kan het staatsnoodrecht worden. Maar het lijkt er nu toch echt op dat er een plan B gaat komen. En dat wordt dan uitgeonderhandeld. Mm -hmm. In eerste instantie zonder de minister, maar ook nu op dit moment nog even zonder VVD. En BWB aan tafel. Ja, want waarom, ja, waarom zitten zij er nog niet bij? Omdat eerst deze twee uh, camphanen eruit moeten komen? Ja, aan de ene kant is dat ook weer wonderlijk. En ze zeggen, gaan jullie maar eerst met elkaar praten. Het probleem zit in zekere zin ook bij deze twee partijen... bij PVV en Nieuw Sociaal Contract. Want die mm -hmm. staan over het staatsnoodrecht, lijnrecht tegenover elkaar. Zij mogen het eerst met elkaar doen... Dan komen VVD en BWB later deze week aan tafel. Op het moment dat er een plan is. Mm -hmm. Want officieel, en dat is ook wel even belangrijk om te zeggen. Is het coalitieakkoord. Of in ieder geval het regeerakkoord opengebroken. Dat wordt heronderhandeld. Mm -hmm. En dat is nogal wat in Den Haag als je dat gaat doen. En VVD en BWB hebben ook gezegd. Wij gaan niet zomaar bij het kruisje tekenen. Want als je gaat heronderhandelen. Betekent dat over het algemeen. Dat er ook politiek wisselgeld gevraagd gaat worden. Nou, ja. En wie gaat dat wisselgeld vragen? PVV, uiteraard. Ja. Want zij willen dat staatsnoodrecht. Zij hebben dat in dat regeerakkoord recht laten komen. Dus zal er ook politiek wisselgeld moeten komen. Dat kan natuurlijk op een ander dossier. Dat is misschien nog wel het makkelijkst om daar politiek wisselgeld te vragen. Mm -hmm. Want op asiel en migratie zit het al zo vast. Maar wat horen wij nou? PVV wil dat politieke wisselgeld wel echt op het dossier asiel hebben. En het zal in de vorm van afschrikwekkende maatregelen moeten zijn. Nee. Waar ze dan mee gaan komen, dat is de vraag. Oké, okay, dus strenger beleid, maar dan wel via een spoedwet en niet via het noodrecht, eigenlijk dus. Juist, ja. Iwan, je hebt het uh, heel mooi samengevat. Okay. Uh, opvallend wel, we hebben natuurlijk Wilders eerder gezien. die uh, nou dreigde met een uh, kabinetscrisis. Als, er geen, uh, als het geen noodrecht zou worden. Ja, en die... Hij zei ook nog iets over een banaan. Ja, ja precies. Dat kan het belangrijk de, om er wel even bij te de zeggen. De ruggengraat ja, ja. van een banaan zou hij niet hebben. Uh, maar ja. die zien we toch ook al uh, voor het bewegen de afgelopen dagen? Ja, dat begon vorige week uh, dinsdag. Uit het niets, in ieder geval naar de buitenwereld. liet hij een hele andere toon horen. We zijn met elkaar in gesprek, het gaat constructief. Nou, een toon zoals we dat kennen bij andere partijen. Maar Wilders had zich zo hard uitgelaten over dat staatsnoodrecht. Hij zou dus geen ruggengraat van een banaan hebben... maar ook een aantal keer een aanval geplaatst op nieuw sociaal contract. Het moest gebeuren, want anders zou er een enorm probleem zijn. Maar nou, het lijkt nu niet te gaan gebeuren. En hij moet die draai gaan uitleggen aan zijn achterban. En nu hebben we ook onderzoek gezien van RTL Nieuws gisteren... Dat een deel van zijn achterban en een grote minderheid toch wil dat Wilders doorgaat met het staatsnoodrecht en een compromis niet ziet zitten. Nou, hij moet dat zometeen uitleggen, mocht hij door de pomp gaan. Want laten we het nog voorop stellen, er is nog niks besloten, Iwan. Het kan nog steeds ja. zijn dat aan het eind van de week PVV zegt. En het staatsnoodrecht moet het worden. En dat Faber. Met een dragende motivatie of motivering moet komen ja. uh, en dat dat staatsnoodrecht gewoon op tafel ligt. Maar ja, dat is nog even afwachten hoe het deze week gaat lopen. Vorige week was er een gek moment toen zei Marjolein Faber... de minister van Asiel en Migratie, dat die dragende motivering af was. En het is nu in onderhandeling. Zij was de enige die dat wist op dat moment, kwam daar later weer op terug. Nu ligt er dus toch een serieus plan B op tafel. Kunnen we inmiddels wat meer zeggen over die opmerking van Faber vorige week? Was dat dan politieke bluf? Was dat een leugen? Zit dat toch anders? Nou, wat wij horen is dat het al week klaar ligt... Alleen dat Faber het nog niet wil delen met de medeministers. En dat is toch wel vanuit wantrouwen naar elkaar. Want twee, drie weken geleden zouden ze ook al een keer aan tafel gaan zitten. om te laten zien. wat heb ik nou met de vicepremiers. Dat is toen niet doorgegaan. En dat heeft wel te maken met dat bij PVV. het gevoel heerst: ja, als we met NSC aan tafel gaan zitten. Dan gaan ze nieuwe eisen stellen. Dan zijn ze niet tevreden. Dus laat het maar aankomen op die laatste ministerraad op de 25e. Dat is dus aanstaande vrijdag. Uh, want dan weten we in ieder geval dat het plan zoals wij het voor ogen hebben... op tafel ligt en dat het ook het enige plan is... wat betreft staatsnoodrecht, dat op tafel kan liggen. Dat is wat we nu uit Den Haag horen. Dus wat Marjolein Faber vorige week zei, het is af... Ja, het, was, het is ook af. Het is alleen nog niet klaar om naar de ministerraad te gaan, omdat het bij de laatste ministerraad moet gebeuren. Ja. En in die gesprekken die Schouw vandaag houdt, wordt er ook rekening gehouden met de rol van de Eerste Kamer? Ja, want die gesprekken die nu gehouden worden, eh, voor een groot deel, en ook dat dat bekend is geworden dat dat gebeurt, heeft dat natuurlijk te maken met de uitspraak. Ja van de eerste kamer bij de algemene politieke beschouwingen al daar, waarin ze zeggen: ga nou naar een plan B kijken. En zowel Schoof als Wilders hebben we heel lang volgehouden. Dat willen we niet, maar ze zullen hun zegeningen geteld hebben en gedacht hebben: nou, het is wel verstandig om in ieder geval ook nog te kijken of er een andere weg uit deze nou ja, impasse is. Oké. Okay. Nou, we hebben dus een dag of uh, vrijdag gaan we naar meer over horen, waarschijnlijk, hè? Ja. Ja, precies. Ja, zeker vrijdag. Okay, nu wil je toch spreken. Uh, vandaag in Den Haag, zegt u het maar? Ja, het belastingplan en dat is eigenlijk een heerlijk debat om te kijken. Belastingplan gaat om alle fiscale regelingen zoals ze er nu liggen vanuit de prinsjesdagstukken. Uh, en daar wordt gesproken over geld en hoe gaan we het geld verdelen en kunnen we dat toch op een andere manier doen? Die BTW uh, waar, waar vandaag weer over gesproken wordt. Ja. Hè? Waar uh, zorginstellingen van zeggen: doe dat nou niet op sport, want sport is belangrijk. Dat ligt allemaal op tafel. Uh, maar eigenlijk alles wat fiscaliteit raakt, daar wordt over gesproken. En dat kan je gaan volgen in de Tweede Kamer vandaag. Vanaf 11 uur zal het zijn. Dankjewel, politieverslaggever Leenert Beekman. Altijd en overal alle BNR-podcast. Download de gratis BNR-app.